Fijn om hier bij jullie te zijn. Ik denk dat dat één keer per jaar gebeurt. En ik heb er eigenlijk altijd wel zin in om hier naartoe te rijden. Want het is en blijft een voorrecht om met zoveel jonge mensen samen te komen rond een open Bijbel. En op de plek waar ik woon en werk in Amsterdam als evangelist, is dat alleen maar iets waar je zo'n beetje van kan dromen. Dat zoveel mensen in deze leeftijdscategorie een avond apart zetten om hier samen te zijn. Wordt vervolgd, hebben we erboven gezet. En Marcel die heeft net een paar keer gezegd, het gaat over geloofsvervolging, dat is ook waar. Maar de kunst natuurlijk op zo'n avond is, tenminste voor mij dan in de voorbereiding, dan denk ik, ja, ik moet natuurlijk voorkomen dat we in een situatie belanden dat ik jullie wat verhalen vertel uit de vervolgde kerk en dat je dan straks naar huis gaat en denkt, jongen, bijzonder hè? Ja, bijzonder, ja. Of we zullen ervoor bidden. Of ja, het raakt me wel. Maar dan blijft het allemaal een beetje ergens op afstand. En ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat het lukt om het zo te maken dat het jou persoonlijk ook wel wat moet doen. Anders gezegd, dat het niet alleen een ver van je bed show is, maar dat het heel erg dichtbij mag komen. Ik had het voorrecht om in het najaar veel op reis te zijn, afgelopen najaar, in de samenwerking tussen de Evangelische Omroep, waar ik mag werken, en Open Doors, organisatie die veel van jullie wel kennen. Als je televisie wil maken, beelden wil maken, kun je niet naar de gevaarlijkste landen. Ik vond het zelf jammer, want ik had wel een lijstje waar ik heel graag naartoe wilde. Maar dat mocht niet vanwege de veiligheid. Dat mocht niet van de omroep. Maar dat kon ook niet voor Open Doors. Omdat we dan in situaties zouden komen dat we de mensen die we zouden interviewen, zouden filmen, in problemen zouden brengen. Of dat we uiteindelijk iets zouden krijgen in een aantal afleveringen waar je alleen nog maar balkjes voor de ogen zou zien en niemand herkenbaar in beeld had. En nou, de serie die hebben we gemaakt voor de Nederlandse bevolking. Ik ben niet op reis geweest om voor Open Doors mooie getuigenissen op te halen. Want als je hier bent gekomen en je weet van tevoren, we gaan luisteren een half uur naar een getuigenis van iemand uit de vervolgde kerk, dan zijn er veel van jullie die trekken dat nog wel. Maar een gemiddelde kijker van televisie die denkt, ja, doei. Probleem van die mensen daar, wat moet ik daarmee? Dus we hebben geprobeerd een programma te maken waarbij de problematiek naar voren komt, maar waarin je het wel mee kan maken, wel kan handelen, omdat het een iets lichtere vorm heeft gekregen. Ook in landen die wat minder heftig zijn dan de grootste vervolgingslanden. Maar de problematiek is hetzelfde. En we begonnen net met een Bijbelvers wat Marcel met ons las uit Lucas 6. Ik lees je daar één vers nog een keer uit. Zalig bent u, zalig ben jij, wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Ik zou bijna zeggen, wie is het daarmee eens? Het is een prachtige Bijbeltekst, maar ook een hele heftige. Van de week werd bekend dat in Rotterdam, waar mogelijk enkele van jullie vandaan komen, een politieke partij de keuze heeft gemaakt om de zogenaamde zondagswet op de helling te zetten. En te zeggen, ja, waarom is dat eigenlijk een probleem dat er een groot festival was en een huldiging van Feyenoord vlak naast de Laurenskerk, waardoor de Laurenskerk verstoord werd in haar zondagse kerkdienst. Daar hebben wij een zondagswet voor in Nederland. Betekent dat je tot 1 uur 's middags eigenlijk geen evenementen mag doen in een straal van 200 meter rond een kerk, zodat jij en ik rustig naar de kerk kunnen. En die partij zegt, ja, maar wacht even, dat is toch van 50 jaar geleden. Waarom is dat een probleem? En ik weet niet hoe actief jij het nieuws bijhoudt en de kranten leest, maar de eerste artikelen en opinies die zijn alweer geschreven op socials en in kranten, dat we toch wel in een heftig land leven waar de secularisatie toeslaat en waar de zondagswet op de helling gaat. Ik zit nog te wachten op een artikel van mensen die zeggen, wauw, de zondagswet gaat op de helling. We worden vervolgd om Jezus' naam, vreugde. Laten we blij zijn en opspringen. We worden gekend en herkend. Dat is misschien een beetje te enthousiast, maar dat is toch wel wat hier staat, toch? Er waren mensen in coronatijd die opeens zeiden, er is vervolging in Nederland, want de kerken moeten dicht. Ik heb geen artikel gezien in de krant van een dominee die schreef, halleluja, de overheid begint ons te vervolgen. Wees blij en verheug je. Je leidt smaadheid om de naam van Jezus. We doen het toe. Dat is de trigger voor vanavond.
En niet alleen in Matteüs 6, want Petrus zegt het ook in 1 Petrus 4, vers 12 en vers 13. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarmee u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook zult delen in zijn heerlijkheid. Petrus zegt, de hitte van de verdrukking die tot beproeving leidt, moet je niet bevreemden, alsof jou iets vreemds overkwam. Het hoort erbij. Het is normaal. Kijk maar eens mee wat een broeder van ons in Irak, in het alleroudste deel van de christenheid, waar het christendom ooit begon, op de vlakte van Mesopotamië, waar ooit Abraham rondliep, daarover te zeggen heeft. Moet je kijken wat hier staat. Nimrud destroyed by IS in 2015. Dat staat gewoon op een officiële kaart. Nou, we zijn onderweg van Erbil naar Marmatay. Dat is een klooster. Je kunt het al zien liggen daar. De vierde eeuw na Christus. En het heeft al die eeuwen door, alle aanslagen op het christelijk geloof, zou je kunnen zeggen, heeft het overleefd. En ik hoop maar dat dat ook geldt voor de toekomst. Weet je, zoveel mensen verhuizen hier, gaan weg, zien het niet meer zitten. Wat betekent dat voor het christelijk geloof? Marmatay heeft een bijna legendarische status. Het is een van de oudste christelijke kloosters ter wereld en heeft vele aanvallen doorstaan. Voor velen een symbool van hoop in een land waar het aantal christenen steeds verder afneemt. De Syrisch-orthodoxe monnik Jozef Ibrahim woont samen met een aantal andere monniken in Marmatay. Tijdens het schrikbewind van IS heeft het weinig gescheeld of het klooster werd verwoest. Uiteindelijk wist het Koerdische leger IS terug te dringen. Wauw, vader. Wat een magnificent view. Ja, from here you can see all the lands of the monastery. So all this land is belong to the monastery. Oh, really? Ja. Yeah. So Daz came very close by over here, threatening the last Christian cornerstone available over here. That's right. They reached the cross of the Lord over there, and then they retreat to Washika city. So at the whole period of ISIS, more than 2 years, maybe 2 years and a half, the distance between us and them was not more than 3 kilometers. Big challenge that we are afraid from losing our community, because the bleeding of migration is continuous since long time ago. Before 2014, we were doing everything to convince the people not to leave the country. Yeah. But after 2014, when ISIS entered, we don't have a method to convince them with that, because we can't provide them protection, we can provide them jobs, shelters, or other essential things for the life. So you understand that people are leaving? Of course. That's what's happening. But does it mean that this starting point of Christianity might be also an area where Christianity will end in this region? You know that the promise of the Jesus, that he said that this is the church,
and the gates of the hell. En naar daar gekomen. That's right. For that we believe on this speech so much. And also it is the promise of our Lord that you're gonna suffer. They're gonna persecute you. They're gonna kill you just because you are handling my name. That's what he said. But Father, there is a small smile on your face when you're telling them. Yeah, because we take the persecution with the joy. Why? Because it's the path or the road to the heaven. That's what we believed. If you don't suffer, you wouldn't enter the heaven. This is the most intriguing part that Christians from Western Europe can learn from you guys. Je hoort het hem zeggen. Het is een belofte van de Heer dat we zullen lijden. Een belofte. En geloofsverhoging is volgens mij voor mensen in Nederland, ook voor mij, voor jou, voor velen, een lastig ding. Daarginder, we hebben er respect voor. Het is in zekere zin inspirerend. Maar we weten ook niet zo heel goed wat wij ermee moeten. En er komt volgens mij heel veel redenen voor te noemen. Maar als ik het zo samenvatte, door het feit dat wij lijden, ziekte, verdrukking hebben weggepoetst uit ons leven, zo ver mogelijk. Het lukt ons niet, want we hebben allemaal te maken met lijden in onze familie, je ouders, je opa en oma en je eigen leven, in de kerk waar je zit. Maar de samenleving als geheel heeft lijden weggeduwd en heeft de dood zo ver mogelijk uitgesteld. We willen het er niet over hebben, het past niet bij het leven. En we gaan prat op vrijheid. Zeker in de stad waar ik woon, Amsterdam. Bekend staat om zijn hang naar vrijheid. En om zijn rebellie. Met een burgemeester die gisteren nog met hand en tand verdedigt hoe ongelooflijk het belangrijk het is dat je bij ons in Amsterdam drugs kunt gebruiken. En prostituees kunt bezoeken. Jezus leert zijn volgelingen dat ze gelukkig zijn. Waarom? Twee theologische redenen wil ik noemen. Het eerste is dit. Als je vervolgd wordt, als je verdrukt wordt, dan zegt dat iets over je identiteit. Het zegt iets over het feit dat mensen in je omgeving niet om je heen kunnen en dat ze zien dat je bij Jezus hoort en daarom in hun begrip een gevaar voor de samenleving bent. Misschien moet ik zeggen, een gevaar voor hen. Omdat ze de neiging hebben te denken dat dat hen zou kunnen beknotten in de vrijheid die ze hebben. Als jij christen bent, prima, maar zeg niet wat ik moet doen. Dus op het moment dat je te maken krijgt met vervolging, ook jij, ook ik, en dat zou vaak in het klein zijn en niet zo heel vaak in het groot. Het grootste wat ik heb meegemaakt in Amsterdam is dat wij twee keer een bommelding hebben gehad bij onze kerk. Dat als wij moslims zouden dopen, dat er een bom zou ontploffen en allerlei narigheid. Nou, dan zoek je contact met de politie, je neemt je voorzorgsmaatregelen. Is niet leuk, ben ik niet trots op, is eigenlijk lastig, vervelend, maakt mensen ook bang. Maar ja, er is niks gebeurd. En we leven in een land wat relatief veilig is. Het zegt kennelijk iets over onze identiteit. Bij die kerk daar komen mensen tot geloof. Daar leren mensen Jezus kennen. Dat wil je stoppen. En dus doe je een bomdreiging. En dat kan in jouw persoonlijk leven in het klein zijn, op je werk. De confrontatie als Christus Jezus de Heere door genade in jouw hart en leven mag wonen. En als het dan waar is wat de Bijbel zegt, dat je het licht bent, dat je het zout bent, dat voelen andere mensen. En er zijn er die daardoor aangetrokken worden. Een geur des levens ten leven, noemt de Bijbel dat. Dat mensen zeggen, maar dit wil ik ook. En voor anderen, jawel, is het een geur des doods ten dode. Met andere woorden, daar blijf ik ver van. Iets wil ik in ieder geval niet. En dat is ooit die God koning over mijn leven. Daar blijf ik ver van. En dan is het makkelijkst om de volgelingen van Jezus te bedreigen.
Wat is het goede nieuws ervan? Het zegt iets over jouw identiteit. Als jij nog een beetje halfslachtig christen kunt zijn in jouw omgeving, hier in Irak kan dat niet. Het is voor of het is tegen. Punt. Halve garen, dat werkt niet. Dat kan niet. Dat hou je niet vol. Want er komt zoveel op je af. Het goede nieuws dus, zeker mogen zijn van wie je bent in Jezus Christus de Heer. Dat is de eerste theologische reden achter vervolging. Het goede nieuws. Wees maar blij, zegt Jezus, als je vervolgd wordt. Waarom? Moet het leuk zijn dat je geslagen wordt? Nee, natuurlijk niet. Maar het zegt iets over je identiteit, dat je bij God wordt. Tweede, de Bijbel staat er boordevol van. Je bent vreemdeling hier op aarde. Je hebt hier geen blijvende stad. Allemaal woorden die je waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Omdat ze op de preekstoel waar jij vandaan komt ook worden gezegd. Omdat je ze leest in de Bijbel. Vreemdeling hier op aarde, geen blijvende stad. Pelgrim, je echte burger zijn, dat is daar boven in de hemel. Ja, inderdaad, je hier niet thuis voelen ten diepste. En als dat wel zo is in jouw leven, dan ga ik vanavond tegen je zeggen, heb je de juiste prioriteiten gesteld? Als het lekker met je gaat, en ik gun je hè, dat het een maandje lekker met je gaat, dat je een huisje, boompje, beestje hebt, dat je een relatie hebt, dat je, weet ik het, mooie dingen mag meemaken, je diploma haalt, dat je een leuke baan hebt, enzovoort. Wie zou dat een ander niet gunnen? Waar in de wereld? Maar zodra je bij jezelf merkt dat je binnen bent, dat je het bereikt hebt, dat je tevreden bent, dan zou er, wat mij betreft, bij elke gelovige een rood lampje moeten gaan branden en denken, oei, ben ik nog genoeg vreemdeling? Ben ik nog genoeg pelgrim? En dan moet je zelf uitvinden hoe je dat het beste kunt doen. Mijn vader en moeder die hebben 30 jaar geleden een huis laten bouwen. Die wonen in IJsselmuiden. En al 30 jaar, dit is wel een grappig voorbeeld, hangt er een peertje in de keuken aan twee draadjes. Een blauw en een rood draadje. En mijn vader heeft al 30 jaar geweigerd om daar een lamp op te hangen. Mijn moeder heeft zich erbij neergelegd. Want hij wil en hij zal in zijn huis één teken van de vergankelijkheid hebben, zo noemt hij dat. En zegt hij, we hebben hier geen blijvende stad. Als mensen erover beginnen, zeggen oh, is de lamp kapot? Nee, heeft nooit wat gehangen. Huh? Nee, we hebben hier geen blijvende stad. Nou ja, dat is super simpel. Zou je allemaal kunnen doen als het een inspirerend voorbeeld voor je is. Waar het om gaat is, natuurlijk niet een lampje, maar om je hart, dat je vreemdeling bent op deze aarde. Word je vervolgd om Christus wil? Dan zegt dat iets over het feit dat je hier kennelijk geen blijvende stad hebt en dat je burgerschap daarboven in de hemel is. Daarom kan deze priester, deze monnik daar blijven wonen. Is hij bang om gedood te worden? Ach, hij verlangt er niet naar. Maar hij is helemaal oké mee. Hij is er klaar voor. Ik heb een dag met hem opgetrokken. En de man die heeft een rotsvast geloof en vertrouwen dat als ze hem de keel doorsnijden, dat hij op dat moment bij Christus is. Eindelijk thuis. Vreemdeling zijn. Dus de eerste vraag is, ken je je identiteit zo? Omdat niet alleen God tegen jou gezegd heeft, je hoort bij mij, maar ook je omgeving ziet, jij bent niet meer van jezelf, maar van Jezus. En daar misschien tegen in opstand komt. Pijnlijk genoeg, dat weet ik, kan dat ook vanuit de kerk zijn. En de tweede vraag is, ben je vreemdeling? Ben je pelgrim? Ik ontmoet een aantal mensen in Maleisië die in ieder geval vreemdeling zijn. Maleisië, een land wat in principe vredig is, wat in principe vrijheid kent, maar waarin met name één groep mensen het ingewikkeld heeft. Mensen die ooit als moslim geboren zijn of überhaupt op een islamitische basisschool gezeten hebben en die Jezus Christus willen volgen, maar in hun paspoort moslim hebben staan en die dat niet kunnen veranderen omdat er een sharia-wet naast de grondwet is. De grondwet is heel open, maar iedereen die moslim is, valt onder de sharia-wet. En als je naar een verandering van je geloof wil, dan moet je dat als moslim dus doen, regelen in de sharia-rechtbank, die dat niet voor je gaat accepteren. Mensen die voelen wat het betekent om vreemdeling te zijn, zijn deze twee dames die je hier ziet. In Maleisië wonen 3 miljoen christenen. Ze zijn als christen geboren en kunnen zonder al te veel problemen hun geloof uitoefenen. Maar inwoners wiens ouders officieel geregistreerd staan als moslim, mogen van de overheid geen christen worden.
Hello. Hi, hello. Hi. My name is Julian. Hi. Hello. Call me Katharina. Katharina and? Yes. And you can call me Amy. Katharina and Amy. Because it's important, right, that you're not recognizable. Yes, mm-hmm. It's very important. Yeah. Very important. why is that so important? We come from a Muslim background. And that means? That means we are not able to expose ourselves, our names and our identity. We have to be very cautious. They can take away my kids if they find out about me. They can take away your kids? Yeah. Yes. Mm. That's why my mom hid her faith when I was still underage as well. Uh-huh. Yeah, because only after both me and my siblings already above the age of majority, then she came out with her faith. So till that moment, you have to be silent about your faith? Yes. And after that, your children can make their own choice? Mm-hmm. Is that the idea? Not really. Not really in the country, because my children are also born Muslim because of me. Yes. So in your document, it is written that you are a Muslim? Yes. Yeah. And your children too? Yes. Is it possible to change that? No, there's no way for us to change that. So that means, to be honest, you're an undercover Christian, right? Definitely. You can say that. We have a lot of friends who are from our group who have gone missing. We don't see them anymore. They disappear. And some of them... What do you mean? They disappear? Well, they disappear. Because when they were interrogated, they were taken into a rehab and they don't come back. So who's responsible for that? Well, it is hard to say, but even the police are together with the religious authority. So they work together. So some of them who escape these places, they come back and they tell their stories. Mm-hmm. Where they got beaten, they got tortured, they got cigarette burned. And they are being whipped. But because they are Christian? Yes, just because what they believe. De vader van Katharina was imam. Hij vond het verschrikkelijk dat zijn dochter meer geïnteresseerd was in de Bijbel dan in de Koran. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. How did your father respond to that moment that you decided to become a Christian? Instantly, he threw me out. So I have to leave the house. I have to move to another city. Mm-hmm. And it takes me many years to gather my courage to call and visit them. But then again, every time I went home to my parents' house, they'll disappear. The house is locked up. So in many years, I haven't seen them. Until my dad passed away, and I was not even allowed to attend the burial, the funeral. Katharina heeft door haar nieuwe geloof geen afscheid kunnen nemen van haar ouders. Ook haar dochter Amy leeft continu in angst. Are you ever afraid of losing custody of your children? Of course. Every mother's fear is to lose their children. And it happens, you know, in this country. Especially to people like me, that the government can take them away. Because decided to become a Christian. Yes. And for them, it, you know, on the grounds that I'm not a fit mother, I'm not teaching them the right way. So, to be honest, I had this conversation with my husband, you know. He knows from the beginning, you know, about the situation I'm in. And I told him, because my husband is not a Malaysian, so I told him that if anything were to happen, leave the country with the children, if anything were to happen to me. You know, so we do have like a escape plan, in a way, if something were to happen, yeah. Katharina en Amy zijn beide overtuigd van hun identiteit in Christus, maar zijn ook beide vreemdeling in hun eigen land, in hun eigen familie. En het is een thema, vrienden, wat in de hele Bijbel terugkomt. We hebben wat teksten gelezen uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus en uit Petrus. Maar als je helemaal teruggaat naar het begin van de Bijbel en in het Oude Testament terechtkomt, dan heb je daar bijvoorbeeld het verhaal van de roeping van Mozes. Mozes die naar Egypte mocht en daar het volk Israël vandaan te halen, om hen in vrijheid te brengen. En de reden dat ik je dit vertel, is dat ik graag dat je wil dat je ziet dat
in de Bijbel het leven met God nooit betekent dat het allemaal van een leien dakje gaat. Het betekent niet dat je in een comfortabele positie zit. Het betekent niet dat je niet met tegenstand te maken krijgt. Sterker nog, de Bijbelse lijn is dat dat voortdurend gebeurt. We lezen nergens in de Bijbel dat je een poging moet doen om te ontsnappen aan die vervolging en aan die negativiteit. Wat we wel zien in de Bijbel is dat God voortdurend belooft dat in die situatie Hij erbij is. Ik help je in herinnering de roeping van Mozes, die om allerlei redenen niet ziet zitten om naar Egypte te gaan. Tot 5 keer toe zegt de Heer, ik kan het niet, ik zie het niet zitten, ik kan niet spreken. Ze zullen vast mij niet geloven, ze zullen zeggen, wie is God die tot jou gesproken heeft? Dan heeft hij dat verhaal bij die brandende braambos en dan is daar een van de meest bijzondere teksten uit de hele Bijbel, maar zeker het Oude Testament, als God zijn naam bekend maakt aan Mozes en als hij zegt, op het moment dat ze vragen zullen stellen aan jou, als ze jullie zullen vragen wie je bent en wie de God is die jou gestuurd heeft, dan mag je zeggen, Yahweh, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zal zijn. Die is degene die gesproken heeft. Die is degene die met je meegaat. En het vervolg van het volk Israël verhaal, ik ga je dat nu niet helemaal vertellen, maar dat weet je waarschijnlijk, is die hele tocht door de woestijn, nadat er eerst plaag na plaag na plaag in Egypte is geweest, was het tegenovergestelde van koek en ei. Het was een heftige tijd. Een tijd waarin het ging om de heiligheid van God, om vertrouwen, om toewijding, om niet zozeer comfortabel zijn. Het was ook een tijd van klagen, van roepen tot God. Van Mozes verantwoordelijk maken voor de dorst en voor de honger die je leidt. Van soms zelfs terugverlangen naar een situatie waarin je verdrukt en onderdrukt werd, namelijk in Egypte. Omdat je nog niet echt kunt omgaan met die vrijheid en nog niet helemaal geleerd hebt wat het betekent als ik ben de God van het verbond met je meegaat. De Bijbel laat ons vooral zien wat het betekent als God erbij is in het lijden. Denk maar aan dat Bijbelboek Job. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat Satan degene was die Job verzocht. En God gaf er toestemming voor. Job werd beproefd in zijn geloof. Getest. En we krijgen een blik achter de schermen in de hemel, waar Satan tegen God zegt, ja, het is wel logisch dat deze man u gelooft. Moet je kijken, hij is rijk, hij heeft veel bezittingen, hij heeft alles, hij is gezond. Eitje, zo wil iedereen wel geloven in God. Kijk, God die zorgt. En dan is God degene die toestemming geeft. En die zegt, je mag hem alles afnemen, maar blijf van zijn lichaam af. En dat is wat gebeurt. Job verliest zijn knechten, Job verliest zijn vee, zijn rijkdom, ja, zijn kinderen. En als Satan dan opnieuw bij God in de hemel komt en God vraagt, en heeft hij het geloof vaarwel gezegd? Dan kan Satan niet anders dan zeggen, nee, dat niet. Maar ja, hij is nog gezond. Oké, dan mag je zijn gezondheid pakken. Maar je blijft af van zijn leven. En Job wordt ernstig ziek. En dan gaat er wat gebeuren, want de vrouw van Job die is er klaar mee. De vrouw van Job doet wat heel veel mensen vandaag de dag doen. Die zegt, Job, God, laat hem. Jij bent een goed mens. Kijk wat er met je gebeurt, man. God, die bestaat niet. Zegen God en sterf. Andere vertalingen, vloek God en sterf. Het komt op hetzelfde neer, zeg hem vaarwel. Dat is de manier hoe heel veel mensen vandaag de dag met God omgaan. Je kijkt naar het leven, je denkt, ik ben toch een goed mens, waarom overkomt mij dit? Nou ja, weet je, dan bestaat God zeker niet. Als God bestond, dan gingen er toch niet zoveel kinderen dood vanwege de honger? Laat het. Er is ook een andere groep mensen, de vrienden van Job. En die redeneren precies andersom. Die zeggen niet van, nou, God, laat hem maar. Die zeggen, ja, Job, God is goed. Als je dan toch zo in de pinerie terechtkomt, dan is het probleem waarschijnlijk bij jou. Denk eens goed na. Heb je toch niet ernstig gezondigd? Ben je misschien heel fout geweest? Dan heb je het natuurlijk toch wel een beetje verdiend dat het zo gaat als met je gaat. Zie je hoe je verschillend kunt reageren op lijden? Je kunt God de schuld geven. Je kunt jezelf of de mensen de schuld geven. Ligt aan hunzelf. En dan uiteindelijk na al die hoofdstukken van adviezen van de vrienden van Job en van zijn vrouw, dan gaat Job zelf spreken
En dan vervloekt hij de dag van zijn geboorte. En dan is hij super eerlijk en dan zegt hij, bestond ik maar niet. Wat is de reden van dit bestaan? En ja, dan roept hij zelfs God ter verantwoording. En dan de laatste vier hoofdstukken van Job. Dat begint zo. Job, zegt God, kijk eens naar de bergen. Wie heeft ze gemaakt? Kijk eens naar de zeeën en alles wat erin is. Wie heeft ze gecreëerd? Kijk eens naar de vogels in de lucht. Wie zorgt voor ze? Kijk eens naar de bloemen op het veld. Wie zorgt ervoor? Kijk eens naar de zeeën, naar de rivieren die in kloven zijn. Kijk eens naar de klipdassen. Kijk eens naar de vossen. Kijk eens naar de konijnen. Kijk eens naar de zoogdieren. Kijk eens naar... Vier hoofdstukken lang walst God over Job heen. Op een manier waarvan je als normaal mens zou zeggen, is dat nou eerlijk? Iemand zit daar in de ellende van zijn leven, roept God waarom dan toch? En God die zegt eventjes, ik zal het laten zien wie ik ben. God geeft geen antwoord op de vraag waarom. God geeft zichzelf. Ik moet er niet aan denken gaandeweg. Dat God antwoord geeft op mijn waarom-vraag. Stel je voor dat die priester zegt, waarom God? Waarom? En dat God zegt, nou weet je, jullie zijn het oudste christelijke volk van de wereld. Jullie zijn een beetje trots geworden. Dus ik dacht, IS er naartoe. Dat zal ze leren. Ik heb een dochter die met depressie worstelt. En leert te dealen met haar autisme. En een paar jaar geleden toen ik met haar naar de Jumbo Foodmarkt liep, gaf ze zichzelf een 2. Nou, de meeste van jullie zijn nog geen vader, maar het ergste wat je kan overkomen als vader is als je kind zichzelf een 1 of een 2 geeft. En ik heb het uitgeroepen naar God. Waarom? En Godzijdank heeft God geen antwoord gegeven. Nou Jurien, ik dacht, je bent aardig bezig in Amsterdam-Noord, veel mensen praten daarover. Beetje dimmen. Ik zal je dochter even... Hè? Is dat het? Weet je wat ik wel geleerd heb? En wat zij geleerd heeft, nog veel belangrijker. God geeft zichzelf. God geeft geen antwoorden. God geeft zichzelf in het lijden. Bij Job. Bij mijn lieve dochter. Bij de mensen in Irak. Bij de mensen in Maleisië. In de persoon van Jezus hier op deze aarde. God geeft zichzelf. Ik kom wel tussen jullie wonen. Ik kom wel lijden zoals jullie lijden. Ik word vals beschuldigd zoals jullie vals beschuldigd werden. Ik zal huilen als een vriend sterft zoals jullie huilen als een vriend sterft. Ik word onterecht ter dood gebracht zoals jullie meemaken. Dat je onterecht ter dood wordt gebracht. Dat is God. Die geeft zichzelf in de persoon van Jezus. En de apostel Paulus en ook Petrus, Johannes, Jacobus, wat heeft hij het goed begrepen? Door er in zijn brieven veel over te schrijven. Door uit te leggen. Hoewel hij eerst een vervolger van de gemeente van God was en stilgezet werd onderweg naar Damascus. Door uit te leggen wat het betekent dat je zelfs in gevangenschap, als je zelf verkondiger van de boodschap wordt en vastgezet wordt, vreugdevol de Filippenzen en de anderen kan oproepen, wees blij, word altijd verheugd, bid zonder ophouden, dank God in alles. Dit is de wil van God. Paulus had niet makkelijk praten. Paulus weet waar hij het over heeft. Jij en ik, sorry dat ik het even zo zeg, ik ken je persoonlijke situatie niet. Jij en ik hebben in zekere zin makkelijk praten. Maar die priester uit Irak mag het zeggen. Die heeft geleden om Christus wil. Die mag het woord naspreken. En jou en mij oproepen en zeggen, geloof je dit ook? Nou, nu kan het zijn dat zelfs dit nog een beetje ver van je afstaat. Wat Paulus ook doet, is uitleggen wat er gebeurt als je jezelf vervolgt. Als je niet tevreden bent met wie je bent of een te hoge maatstaf neerlegt. Als je genade van God ontvangen hebt en vervolgens tot een akelige, afschuwelijke conclusie komt. Het goede, wat ik wil doen, dat doe ik niet.
En het verkeerde wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ben ik toch eigenlijk een ellendig mens? Wie kan mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. En dan vertelt hij dat hij zegevierend naar zijn leven kijkt. Dat dood nog leven, honger nog geweld, vervolging nog kwaad. Wat dan ook mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Romeinen 8, al word ik afgevoerd als een schaap voor de slacht. De liefde van Jezus, die blijft bestaan. Tegelijk, Paulus kende de worsteling, de zoektocht, de vragen, de twijfel. En ik ontmoette in Maleisië ook iemand die die zoektocht en die twijfel ook kende. Zij heeft de keus gemaakt om te doen wat van christenen die willen trouwen gevraagd wordt. En dat is moslim worden. Kijk maar mee. Rechtszaken, vluchten, angst voor de overheid. Er blijken genoeg mensen in Maleisië te zijn die hierdoor een andere optie kiezen. Je doet je voor als moslim, maar je behoudt je echte geloof voor jezelf. We noemen haar Jackie. Ze was officieel christen, maar werd verliefd op een moslim. Om te kunnen trouwen bekeerde ze zich via een aantal overheidscursussen tot de islam. Maar stiekem is ze gewoon christen. En haar man vindt het prima. So if I ask you very easily, inside your heart, you're a Christian? I would say yes. What that, do you think? That is me. That is something that no one is able to change. But in this society, in Malaysia, you have to be outwardly practicing Muslim. So when Ramadan comes around, like an example, you have to be seen to be fasting as well. For Ramadan, it's more like a cleansing process for the body. Have you ever considered not to convert? Yes, obviously, both of us have actually talked about it, but converting would be the easiest way and is, again, convenient for us to stay on in Malaysia and also for our children as well. So you're saying this makes life easier. That, well, as a pastor, I want to ask you, Jesus never told us that life will be easy if you're going to follow him. Mm-hmm. It will be hard or tough sometimes. Yes. How are you dealing with those scriptures? When you convert, you feel that you have forsaken Christ. Yeah. But as we move along in my life, yeah, I feel that I've been able to hold on to my faith, but that has to be internal. I can't go to church, for example, yeah. But it has to be, everything has to be in the heart. And my husband knows this. When I pray to God. Well, thanks for explaining that. Mm-hmm. Honestly, it's making me a little bit sad. Not about me, but that there is no opportunity for you to live out the way what's internally into your heart is important. It is between my religious faith and the love of my family, the love with my husband and with the family. Ja, Jackie is dus christen in de hart, maar voor de buitenwereld moslim. Ja. Go with the flow. Echt, hè? Ja, ik merk dat het wel... Ik word er ontzettend in gechallenged, merk ik. Want ik snap het eigenlijk wel. Ik begrijp het wel. Maar ik... Volgens mij zou ik dit niet kunnen. Omdat het zou strijden met mijn authenticiteit. Ik snap wat ze zegt van go with the flow en leef je leven... Maar ik zou mijn hele leven het gevoel hebben dat ik een dubbel leven leid. En dat kan ik niet. Ja, maar dat heeft nogal wat consequenties, hè? Want ja, dan kan je al niet trouwen. Dus ja, dat moet dan al. Ja, ik denk dat ik... als ik de kans zou hebben, want dat kan niet iedereen in Maleisië. Ik zou vertrekken. Maar stel je kan niet vertrekken. Dan zou ik bijvoorbeeld bij mezelf denken, nou ja, dat moet dan maar.
te willen van het geluk van mijn gezin, mezelf, mijn kinderen, mijn familie, mijn werk, dat je dan toch in ieder geval een prachtig leven kunt hebben. Ja, de grap is dat ik dan denk ik een beetje in de strijd zou gaan, in de fight dan, dat ik dit verhaal wat je nu vertelt, dat ik dat volgens mij dus hardop zou zeggen. Dus van, oké, ik ga nu zeggen dat wat de islamitische geloofbelijdenis is en ik heb die lessen gevolgd. Prima, als jullie dat systeem willen, doe ik dat. Prima, ik ben moslim. Ja, jij wordt recalcitrant. Ja, ja, dan heb je ook weer kans dat mensen, dat de klopt. Buren... Dat klopt. Die gaan zeggen, dat is een vervelend mannetje. Ja, nou, dan zou ik denk ik de consequentie daarvoor dragen. Behalve als ik zeker wist dat mijn gezin, mijn kinderen of wie ook... Nou, daar ga je al. Ja, nee, maar daarom zeg ik ook dat ik haar... Wel, ik begrijp het wel. En ik wil, het ook niet veroordelen. Want ik zit niet in deze setting. Dus ik moet echt heel voorzichtig zijn om daar wat van te vinden, vind ik. Maar ik zou het niet kunnen. Toen ik bij Jackie op de bank zat, moest ik denken aan een vriend van me die in Nederland christen werd. Als vluchteling ooit uit Jemen naar hier gekomen. Hij heeft hier Jezus leren kennen, is gedoopt bij ons in de kerk. En hij heeft toen besloten om zijn ware vluchtverhaal bij het IND op tafel te leggen. Namelijk dat hij gewoon economische vluchteling was, dat zijn moeder hier regelmatig op vakantie kwam in Nederland. En zijn advocaat, die hebben we geconsult en die zei, als je dat doet, stop ik onmiddellijk met je verdediging. Dat maakt me niet uit, zei Haitham, want ik heb een nieuwe advocaat en dat is Jezus. En hij heeft bij de IND zijn ware verhaal verteld en ze hebben zijn dossier gesloten. En een aantal maanden later is hij uitgezet naar Jemen. In de week voor zijn vertrek sliep hij bij ons thuis. En 3 dagen voor die wegging zei de Jurin, ik heb gedroomd. Ik moet 20 Bijbels in het Arabisch meenemen naar Jemen. Ik zei, je bent gek. In je koffer? Ja, zei hij. Ik zei, maar joh, als jij gepakt wordt bij de grens, je bent je leven niet zeker. Je bent ex-moslim in Jemen. Hij was even stil en hij zei, als de discipelen net zulke bangers waren als jij en als jullie, was je in Europa überhaupt nooit met het christelijk geloof in contact gekomen. Dus we hebben Bijbels gekocht in het Arabisch en ze ingepakt. En hij heeft ze meegenomen. En toen hij een dag na zijn vertrek naar Jemen mij appte, dat alles door de douane was gekomen zonder dat zijn koffer open was gegaan, heb ik God gedankt. 4 dagen later appte hij opnieuw. Dat hij 4 Bijbels had uitgedeeld en dat de andere 16 door zijn moeder waren ontdekt en in de brand waren gestoken. En dat zijn vader en moeder zijn ooms en zijn neven hadden ingeschakeld om hem mee te nemen naar de grootste moskee van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. En een maand later had ik hem huilend aan de telefoon. Hij zei, Jurin, ik moet elke vrijdag mee naar de moskee. En liefst nog vaker. Wat moet ik doen? Zal ik me laten doden? Of zal ik maar meegaan? En zal ik maar mijn knieën buigen en dan in mijn hart bidden tot Jezus? Tussen die 5000 moslimmannen, dat er 1 is die Christus de Heer aanroept in de moskee. Ik vond het zo ingewikkeld. Ik heb gezegd, ik denk dat God je hart kent. En ik begrijp het wel. Haitham is uiteindelijk opgepakt in Jemen. Is met hulp van buitenlandse donoren vrijgekomen. Smeergeld voor betaald. En hij is nu werkzaam bij Stichting Evangelie Moslims in Nederland. Hij heeft een grote organisatie die mensen in armoede helpt in Jemen. En die huiskerken sticht in dat gebied. Ik heb toen geleerd dat ik mijn grote mond moest houden. En niet mocht veroordelen. Maar wat werd ik getriggerd bij Jackie in Maleisië. Echt waar? Koranlessen volgen en dan zeggen Allah is God en Mohammed is zijn profeet zodat je kunt trouwen. En we hebben niks gespeeld van wat hier gebeurde. En ze wist niet dat ik haar de vraag zou stellen. Ben je christen in je hart? En je hebt haar worsteling gezien. I would say yes. Ik blijf er vanaf. Misschien dat Jackie wel beter begrijpt dan ik wat Romeinen 7 en wat Romeinen 8 is. Dat het goede wat je wil doen,
vaak niet gebeurt. En het verkeerde wat je niet wil, dat je dat doet. Dat je oneerlijk bent naar je eigen hart. Maar dat je ten diepste niet zonder Christus wil en kunt. Ik ga het niet promoten. Ik zou het niet kunnen. Maar ik heb ook heel weinig behoefte om te zeggen dat Jackie het niet heeft begrepen. Je identiteit kennen, weten wie je bent. Als je dat echt weet, dan zal er reuring om je zijn in Nederland, in Irak, in Maleisië. Door mensen die dit niet pikken of accepteren. 2, besef je dat je vreemdeling bent. Zij zijn het letterlijk, vreemdelingen in hun eigen land. Ze mogen niet zijn wie ze zijn. En dat strijdt met ons Nederlandse en Westerse denken. Ik wil je vragen om daar eens over na te denken. We gaan samen een lied zingen. Het lied Ik zal er zijn, de God die er is. En daarna is er een pauze waarin je dat kunt drinken. En natuurlijk mag je praten over wat je wil. Maar je zou elkaar ook even de vraag kunnen stellen, wat vond je nou van Jackie? En op het moment dat je het toch ingewikkeld vond, ik zal niet aan je vragen of je dan straks in groepjes in de hal allemaal voor Jackie wilt bidden. Maar wil je dan in ieder geval, als je thuis komt, vanavond voor haar bidden? En vragen of God haar in haar hart overtuigt van wie ze mag zijn in Christus. En of dat licht wat dan in haar woont ook door mag stralen naar haar man en naar haar kinderen. Identiteit. Vreemdeling zijn. Na de pauze een kort stuk nog met 2 praktische lessen voor jou en voor mij. Hoe je nou om kunt gaan met geloofsvervolging in jouw context, in jouw omgeving. En wat je antwoord zou kunnen zijn. Het is goed voor je als je een beetje in je witte bubbel zit en wil leren van andere kerken. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. We leren van de vervolgde kerk in dit geval dat ze ergens voor staan, een vaste hoop hebben. Dat ze identiteit in God gevonden hebben. Dat er een zekerheid is die niets, maar dan ook niets uit hun handen, uit hun hart kan halen. Omdat God het erin heeft gelegd en omdat de verdrukking groot is. We leren van hen nog meer dan hoe we dat elkaar kunnen vertellen wat het betekent om vreemdeling te zijn op aarde. Dat je hier geen blijvende stad hebt. Dat je op weg bent naar een beter vaderland. Maar heel praktisch kun je ook leren van hen in jouw persoonlijke omstandigheid dat als het heftig is, als het moeilijk is, als je misschien niet meer weet wat je moet doen, dat juist degene die Christus mogen kennen, die hoop hebben, een vaste hoop, waar we net zo heerlijk van zongen samen, dat zij vooral ook praktisch mogen blijven doen wat ze wel kunnen doen. Geloofsvervolging maakt soms dat je allerlei dingen niet meer kan, maar het zorgt er vaak ook voor dat je sommige dingen wel kan. Ik moest denken aan het verhaal van Paulus. Paulus die gevangene was om Jezus wil, die zich beroep had op de keizer en die uiteindelijk op een schip is onderweg naar Rome. Hij is een gevangene. Zijn soldaten aan boord en ook andere mensen. En als je ziet wat daar aan boord zit, dan zou de kans groot kunnen zijn, Joodse mensen, Romeinse soldaten, dat Paulus misschien wel de enigste christen aan boord was. En toen de nood zo groot was dat iedereen ging roepen tot zijn eigen God, afgod, stond Paulus daar op de boeg van het schip en vertelde hij het volgende, je kunt het vinden in Handelingen 27. Heb daarom goede moed. Mannen. Waarom? Nou, hierom. Hij had gedroomd. Gedroomd dat God gezegd had, het komt goed. Ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten op een of ander eiland terechtkomen. Paulus die daar, terwijl hij gevangene is, gaat staan in de crisis. Als niemand het meer weet. En zeg maar, mijn God is de levende. Daar heb je wel moed voor nodig hoor. Dat is de geest van God natuurlijk, die in Paulus is uitgestort. En als hij dat dan doet en de mensen nadrukkelijk naar hem luisteren, dan zegt hij vervolgens, vertrouw er nou maar op dat dit gebeurt. Ik heb er zelf ook vertrouwen in. Hoe het precies zal gaan weet ik trouwens niet. Een of ander eiland staat er, in welke vertaling je ook leest. Maar ik weet wel zeker dat het goed komt, mits we ons allemaal hier aan boord
aan elkaar committeren, niet met een bootje proberen te vluchten. En daarna zegt hij, en nu moeten jullie allemaal eten en drinken, want straks wordt het pittig. We moeten zwemmen en ons vasthouden aan een stuk hout. Dus, jullie hebben al 2 weken niet gegeten, zo staat het in de Bijbel. Eet en drink, want op een lege maag kun je niet zwemmen. Ik vind dat een heerlijk verhaal. Het christelijk geloof is niet alleen geestelijk. Het is niet alleen van, oh halleluja, en God zorgt voor ons hoor. Je moet gewoon aan de slag. Dat is wat Paulus doet. En weet je, ik kom toch weer even terug, hoewel je het eigenlijk natuurlijk allemaal, net als ik wil, vergeten op die tijd in corona. Je kunt dus dan slachtoffer zijn als kerk. Oh, we moeten dicht. Oh, wat is de overheid dat hij dit over ons kan zeggen? Nou, ik heb daar aan het begin van mijn verhaal al iets over gezegd. Wie van ons is vreugdevol geweest als het al vervolging was? Ik denk het zelf niet, maar so be it. Als je het wel ziet als vervolging, ben je dan vreugdevol geweest? Dat je mocht lijden om Christus wil? En in de crisis van die tijd mag de kerk opstaan, zoals de kerk in de eerste eeuwen ook opstond toen de pest er was. Zoals de kerk bekend stond bij de toenmalige keizer als degene die niet alleen voor zichzelf zorgde, maar ook voor de ander. Jij en ik, als er dreiging is, als er vervolging is, als er druk is, en mogen op de boeg van het schip gaan staan en zeggen, maar mijn God belooft. En ja, wat moeten we dan doen? Nou, eten en drinken. Dat is nu vooral even belangrijk, weet je. Zo praktisch is het. Als het gaat om geloofsvervolging, kan niet in elke omstandigheid. Maar het moment kan komen dat jij, omdat je de God van leven kent, de God van hemel en van aarde, de schepper, mag gaan staan. En dan belooft de Bijbel dat je de woorden zult krijgen die je moet spreken. En verlies je dan niet alleen in een preek, maar ga ook praktisch aan de slag. Ik heb daar veel van gezien in Colombia. Een land wat voor 95% bestaat uit christenen en waar geloofsvervolging is. Bijna iedereen is daar katholiek. Daar is geen geloofsvervolging door de overheid. Ook niet door moslims. Daar is geloofsvervolging door drugsmilities, guerrillagroepen, illegale goudmijnbouwers. En ze schieten mensen door het hoofd die waarschuwen dat je je als jongere, jullie leeftijd of nog jonger, niet bij de milities moet voegen. Doe het niet. Probeer niet snel geld te maken in de drugs. Probeer niet snel geld te maken in de goudmijnbouw. Als jij dat aan leraar vertelt, als leraar in Colombia, als jij dat vertelt als burgemeester van een dorpje, als jij dat vertelt als voorganger, want 95% katholiek, voorgangers hebben daar veel te zeggen, dan ben je je leven niet zeker. Maar je kunt wel vriendschappen opbouwen. Want de grap, nou het is niet zo'n grap, is dat die rebellen ook allemaal katholiek zijn. En kinderen krijgen die gedoopt moeten worden. En ik ontmoette daar een priester die met gevaar voor eigen leven al bijna 40 jaar vriendschappen aan het opbouwen was, die voortdurend waarschuwde, kapte nou mee, stopte nou mee. Maar als de rebellen daar niet naar luisteren, de keus maakten om de lijken uit het bos te halen als er weer een burgeroorlog was geweest en de beide groepen slachtoffers hadden en er niet naartoe wilden uit angst dat ze dan zelf gedood werden, zei hij, ik ga wel met mensen uit de kerk. Hij liet de plaatjes ervan zien. Hij haalde die lijken uit het bos en hij zorgde voor medicijnen daar in het oerwoud in the middle of nowhere. En hij liet zien met de daad wat het betekent om christen te zijn. Ik reis verder naar het westen van Colombia. Het wordt er niet veiliger op. We vliegen naar het Chocogebied, een regio die vooral bekend staat vanwege zijn drugskartels. Hier ontmoet ik journalist Bram Ebus. Hij woont en werkt al 10 jaar in Colombia. Hey, en hoe gevaarlijk is dit gebied dan voor ons om naartoe te gaan? Om eerlijk te zijn is dit een van de gevaarlijkste gebieden op dit moment in Colombia. Kijk, hier zien we bij letters AGC staan. Oh, dat is de afkorting voor Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De grootste paramilitaire groep. En ze gebruiken graffiti om hun territorium te markeren. En zij zijn aanwezig hier in Chocó om te profiteren van de coca-teelt, het blad waar cocaïne van wordt gemaakt, de drugshandel en de illegale mijnbouw. En op dit moment bevinden zij zich in hevige gevechten met de guerrillas van de ELN. Thank you.
Bram brengt me in contact met een bijzondere man, priester Ernesto Gorge. Al jarenlang werkt hij in dit zeer gevaarlijke gebied. Hij runt een kerkgemeenschap in Istmina, maar gaat ook regelmatig het kartelgebied in om inheemse stammen te bezoeken en contact te onderhouden met gewapende milities. What is the attractiveness for young people to belong to an armed group in this district? Pero también hay una realidad social de pobreza. Digamos que no todos los recursos llegan desde el centro del país y entonces los chicos empiezan a ver la seducción del dinero. Dice para que estés bien, para que estés más cómodo. Entonces ellos se dejan ganar por un peso. Y eso hace que busquen estos espacios para vivir de otra manera. Iedere maand komen er vluchtelingen aan in Istmina. Ze moeten vluchten vanwege het geweld dat zich in de binnenlanden afspeelt. Priester Gorge bezoekt hen om te kijken welke hulp er geboden kan worden. In Colombia zijn er meer dan 8 miljoen personen die binnen de landsgrenzen zijn moeten vluchten. 8 miljoen? Ja. In deze regio in specifiek is er een enorm gewelddadige strijd losgebarsten tussen de ELN guerrilla en de paramilitairen die drugsmokkelroutes willen controleren, maar ook de illegale goudmijnbouw. Gemeenschappen worden soms gegijzeld door deze conflictsituatie en kunnen niet eens vluchten. Degenen die wel uit hun gemeenschappen kunnen vertrekken, zoeken vaak een soort van safe havens op. Zoals deze plek, waar we eigenlijk zien dat er soms honderden mensen samenkomen omdat ze uit hun gemeenschappen zijn geschoten of door nabije gevechten aan hun verblijfsplek. Het is een komen en gaan. Soms zijn het er honderden, soms zijn het er weinig. Morgen kunnen er weer tientallen nieuwe families komen, want de gevechten blijven maar voortduren. Dit is vader Ewald. Hij gaat een beetje letten op het thema veiligheid vandaag. Zoals jullie weten varen we een gebied in waar er 2 gewapende groepen aanwezig zijn. Hoogstwaarschijnlijk worden we niet gestopt. Maar mocht er een checkpoint op de rivier zijn van een van deze 2 groepen, is het heel belangrijk dat wij niet gaan praten, niet Nederlands gaan praten. Hij doet het woord, hij zal met hun onderhandelen. Er is wellicht helemaal niks aan de hand, maar het is heel belangrijk dat jullie geen telefoontjes uit de broekzak halen of zo dan. En dat hij even het woord doet, oké? Check. Dus we zijn hier naar beneden gevaren. Die gebieden worden onderhouden door verschillende groepen. Gevaarlijk. We moeten hier in de boot telkens in het dorpje zo'n toestemming vragen. How is that possible for you to work here in such a dangerous place where even where people have been killed? And... La experiencia de la fe. De la fe. Nos hace, nos permite entrar en contacto con el otro. No se tiene desde la política, no se tiene desde el comercio, no se tiene desde otras cosas. La fe y el hecho religioso, porque la gente es muy religiosa. Entonces nos permite entrar en contacto con todos. Dus hij benoemt het niet met naam, maar hij zegt van hun. En het is best wel duidelijk over wie het gaat. Zij geloven ook in God. En wij handelen niet uit politieke of andere overwegingen. Maar juist vanuit het feit dat we het geloof met elkaar in gemeen hebben, stelt mij in staat om ook met hun te kunnen praten en onderhandelen. Thank you.
Dwars door kartelgebied varen we 4 uur over de San Juan rivier. De gewapende milities laten ons met rust, want priester Jorge wordt gedoogd. Hij heeft in 43 jaar een vertrouwensband met hen opgebouwd. Zo helpt hij hen met hun gewonden, zorgt hij ervoor dat ze dorpelingen met rust laten en bemiddelt soms met vredesbesprekingen. We komen aan bij een afgelegen dorpje. De inwoners van de Wonaan-stam hebben zich tot het christelijk geloof bekeerd en hebben veel te lijden onder het geweld. Dorpsoudsten zijn vermoord omdat ze jongeren opriepen om zich niet in te laten met kartels en milities. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ook hier in dit dorp worden gemeenschapsleiders bedreigd, leraren vermoord. Ook in dit dorp zijn er gewelddadige confrontaties en moorden op gemeenschapsleiders. Wat er gebeurt is dat als jij een leraar of een gemeenschapsleider vermoordt, snoer je eigenlijk de mond van de hele gemeenschap. Maar weet jij bijvoorbeeld wat er in dit dorp allemaal is gebeurd? Voor de mensen in het dorp is het daadwerkelijk een nachtmerrie. Er zijn 2 lokale leiders vermoord. Toen het hele dorp vorig jaar moest vluchten, zijn er ook verschillende kinderen gestorven, omdat ze eigenlijk heel snel medische hulp nodig hadden die ze niet kregen. Daarbij zijn er ook allemaal landmijnen rondom het dorp bij voedselgewassen geplaatst. Bijvoorbeeld, één groep wil niet dat de andere groep toegang heeft tot voedselproducten, dus ze stoppen landmijnen in de voedselgewassen. Maar de slachtoffers zijn meestal natuurlijk de burgers zelf. Het zijn hele hopeloze situaties. Daarom moeten er ook hele creatieve oplossingen worden verzonnen. En we zien dat de kerk soms heel veel risico loopt om een soort van rol van een lokale vredestichter op zich te nemen door met gewapende groepen en gemeenschappen en soms zelfs met het leger te praten over hoe een bijzondere situatie kan worden opgelost. Mm. Vorig jaar bijvoorbeeld was er een bezetting door de paramilitairen in dit dorp. De guerrilla had het dorp omsingeld en niemand kon weg. De kerk is toen moeten komen om met de paramilitairen te onderhandelen om een soort van humanitair kanaal te openen zodat de gemeenschap kon vluchten. Toen de hele gemeenschap vertrok, braken de gevechten 40 minuten later uit tussen beide groepen in het dorp. Padre. Both of us are pastors trying to bring people hope, but to be honest, the situation in this village really sounds kind of hopeless. What are your feelings about that? Me hace sentir con retos grandes por hacer. Hay que orar y actuar. Orar para que todos tomemos conciencia, para que Dios pueda hacer su obra, y actuar. Con acompañamiento, con ayudas, con becas, con formación.
ongelooflijk verdrietig hoe mensen echt onderdeel zijn van een conflict, terwijl ze zelf de meest lieve bevolking zijn die je kunt voorstellen. Een soort pacifisme nastreven. En dat je dan de dupe bent van zo'n afschuwelijke, guerrilla-achtige oorlog. Ik merk dat ik er boos van word, verontwaardigd, ook een beetje onmachtig. Want wat is nou de oplossing hier? Want de overheid heeft bijna niks te zeggen. Nou ja, en tegelijk, als je dan ziet wat voor invloed zulke pastors hebben. Een soort vredestichtende, bemiddelende rol, partijloos. In ieder geval, ja, ze zijn tegen het geweld, maar ze willen alles doen om iedereen te helpen. En een enkeling wordt eruit gehaald of krijgt wel onderwijs. Nou, dat zijn dan de lichtpuntjes. Ja, een heel andere vorm van vervolging die je misschien nauwelijks verwacht. Maar waar je wel iets terugziet van het derde punt wat ik je wel noemde. Het eerste punt was, sta ergens voor. Zoals Paulus dat deed op de boeg, zijn identiteit kende. Zoals we de verhalen hebben gezien voor de pauze. Het kennen van wie je mag zijn in Christus. Het tweede, je bent vreemdeling hier op aarde. Dat is wat we leren van de vervolgde kerk. Het derde is, ga niet bij de pakken neerzitten. Maar doe wat je kunt doen. Ook in een conflictgebied, ook als je zelf onderdrukt wordt. Speel de rol, wou ik zeggen, maar ik kan beter zeggen, wees vredestichter. Waar de Bijbel ons toe oproept. En de vierde is, bid, zegen en omhels. Als je dan bijna niets meer kunt doen, als je niet goed kunt doen, dan zegt de Bijbel, dan zegt het woord van God, dan hoor ik de mensen vertellen, niet alles is teruggekomen in deze afleveringen, die je overigens allemaal uiteraard via NPO Start terug kunt zien. Het zijn er vijf, vijf keer een half uur. En ze komen nog wel een keer op tv. En volgens mij is dit heel verantwoorde televisie voor degene van ons die geen tv hebben. In augustus mag het Nederlandse publiek, christenen en niet-christen, hier nog een keer naar kijken. En we bidden dat het ook een getuigenis is voor mensen om te zien wat houvast het is als je geloven mag. En wat we van hen leren is dat ze bidden voor hun vervolgers. Zoals Jezus deed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zoals Paulus deed. En zoals jij en ik mogen doen. In kleine situaties van vervolging. Weet je jongens, ik vind echt wel dat wij mogen opkomen voor onszelf. Ik vind niet dat we als kerk in het verdomhoekje moeten gaan zitten. En dat we over ons heen moeten laten lopen of dat soort dingen. Maar als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat het grootste probleem in Nederland van de mensheid, maar misschien ook wel van de kerk, is onze rechthebbendheid. Recht op vrijheid, recht op godsdienst, recht op kerken, recht op. En dan nog geen recht. Je leeft uit genade. Genade die je niet verdiend hebt en die God je gegeven heeft. En als jij en ik wat vaker op de knieën durven te gaan, dan zou het getuigenis van de kerk in ons land wel eens wat groter kunnen zijn. Dat wij niet met macht, zoals lang is gebeurd, christelijke regels afdwingen over anderen, maar bereid zijn om te dienen en om te bidden voor onze vervolgers. En als je het dan heel in het klein wil hebben, extra praktisch. In de kerk die ik mag leiden in Amsterdam, waar ik op den duur na een aantal jaren moe werd van mensen die naar me toe kwamen om te klagen over iemand anders. En dan zei de pastor, je zou eens een keer moeten praten met die en die en die, want we hebben een nieuwe regel ingevoerd, jaren terug al bij ons in de kerk. Als je een probleem hebt met een ander, dan wil ik best met die ander gaan praten, met jou erbij of bemiddelen. Maar eerst doen we iets anders en dat is dat jij een maand lang gaat bidden voor die ander. En dan niet bidden van, Heere God, wilt u hem veranderen? Maar iemand zegenen. Heere God, zegen hem. Laat uw genade en uw liefde en uw licht in hem zijn als ook in mij.
En ik kan je vertellen dat zonder uitzondering door al die jaren heen er wel wat gesprekken zijn geweest, maar ik nooit meer aan conflict oplossen hoefde te werken. Omdat God al had gewerkt. In het hart van die ander? Nou, meestal in het hart van degene die klaagde. Meestal in je eigen hart. Bid voor je vervolgens. Zegen degene die jou haten. De Bijbel is een raar boek. En het christelijk geloof is een raar verhaal. Je hoeft het niet te geloven. Maar het is uniek. Omdat God mens werd. Omdat Jezus hier kwam wonen. En op de eerste de laatste worden. De laatste de eerste. Omdat mensen die vervolgd worden dankbaar kunnen zijn voor de verdrukking. Omdat ze niet terugvechten, maar de andere wang toekeren. Dat is het christelijk geloof. En wat kunnen we veel leren van onze christenbroeders en zusters. Bidden, zegenen, zegen uw vervolgers, zegt Paulus in Romeinen 12. En dit, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede. Mag je op de barricades gaan? Mag je het christelijk geloof verdedigen? Mag je er tegen ingaan? Strijden tegen het kwaad? Ja, maar natuurlijk mag dat. Maar soms lukt het niet, mij in ieder geval niet. Ik kan proberen te doen wat ik wil tegen bedreigers bij ons, bij de kerk, die dan zeggen, er gaat een bom ontploffen. En wat moet ik dan doen? Moet ik er een cordon omheen zetten? Dat kan. Moet ik dan teruggaan en als jij komt, dan ga ik aangifte doen. Wat moet ik doen? We hebben echt een andere weg gevonden hoor, in Amsterdam-Noord, geleerd vanuit de vervolgde kerk. Hé, kunnen we hem of niet zijn fruitman brengen? Zullen we gewoon, als we hem tegenkomen op straat, uiterst vriendelijk zijn? Want we weten wie het is. Zullen we de keus maken om ons niet te gaan verdedigen, maar om het kwaad te overwinnen met het goede? Ik weet, in de Bijbel zijn ook teksten waarin je opgeroepen wordt om te vechten. Om geestelijke strijd te voeren. Wapenrusting, Efeze 6. Dat is niet alleen stilstaan. Dat is ook strijden. Biddend, op je knieën. En ja, we worden opgeroepen om recht en gerechtigheid te brengen aan weduwen, aan wezen en aan vreemdelingen. Dat is tekenend genoeg. Niet zozeer voor onszelf recht en gerechtigheid, maar voor die ander. Maar als dat niet lukt of moeilijk is, dan zegt het woord ook, overwint het kwade met het goede. Dus niet alleen het kwaad weren, maar er nog een schepje bovenop doen. Goed doen. En je hebt het pastor Gorge net zien doen. Zijn we niet allemaal voor geroepen? Maar wat had ik een diepe bewondering en respect voor deze man met wie ik 3 dagen op mocht trekken. Als je met zoveel passie en liefde kunt dienen richting je vervolgers. Degene waarvan je nooit zeker weet of ze jou een kogel door je kop zullen jagen. Overwint het kwade door het goede. Bid voor je vervolgers. Zegen hen. Nou ja, laat me afsluiten vanavond met een uitspraak van de vorig jaar overleden broeder Anne van der Bijl. Die toen ISIS in opkomst was en in Europa angst was voor aanslagen door moslimterroristen met Kalashnikovs. Wat ook gebeurd is in een aantal steden in Europa, met name in Frankrijk en in Duitsland. Toen deed Anne van der Bijl de historische uitspraak. Moslimterroristen, daar moet je naartoe gaan. Die moet je lief hebben. Die moet je omhelzen. Want om te schieten heb je afstand nodig. Laat me met je bidden. Hemelse Vader, trouwe God. U die ons kent en ook vanavond in ons midden was. In de liederen, in gedeelten uit de Bijbel. De Ik Ben die met Mozes meeging. Degene die Paulus de kracht gaf om te getuigen. Degene die ons oproept om vreemdeling te zijn. Om verheugd te zijn als er vervolging is. Wij willen u bedanken voor het feit dat we kunnen leren van broeders en zusters die nagenoeg allemaal minder geld en bezittingen hebben dan wij, die minder geluk hebben dan wij, maar waarvan we met elkaar wel aanvoelen vanavond dat veel van hen meer vreugde in het hart hebben dan menig een van ons. Wat een wonder.
Dank voor hun lessen. Wij bidden u, ondersteunt u hen en sterkt u hen. O Heere God, wilt u zelf opstaan over hun levens? Wilt u recht doen? En tegelijk, op het moment dat zij hun vervolgers zegenen en het kwaad overwinnen door het goede te doen, wij bidden u, laat uw genade dan zichtbaar worden. Zoals die zichtbaar werd in de levens van mensen, waaronder wat we nu niet hebben gezien, die rebellenleider die christen werd. 50 moorden op zijn geweten. En nu een verkondiger van de zeer blijde boodschap, als een Paulus in de jungle. Wij willen u bedanken voor hem en voor veel anderen. We willen u bedanken dat in de vervolgde kerk die kerkmuren gewoon verdwijnen. Dat katholiek en orthodox en protestant, baptist en anglicaans en presbyteriaans en gereformeerd allemaal bij het kruis van Jezus uitkomen. Vergeef ons, Heer, in de kerkelijke verdeeldheid die ook wij kennen. Aan de andere kant, wij bidden om uw zegen voor de kerken waar we uitkomen. Wij danken u voor het Bijbelse onderwijs wat er klinkt, voor de volharding van voorgangers, van dominees. We willen u bedanken dat zoveel van ons al van jongs af aan als christen opgevoed zijn. En dat we in dankbaarheid mogen zien dat we in een land leven waar vrijheid en vrede is. En als we ook in ons land geteisterd worden door polarisatie, door meningen, door hokjes, door vakjes, door veroordeling, willen we u vragen of de leidende kerk ons een spiegel voorhoudt. En of wij gekend zullen worden door ons anders zijn. Door het liefhebben. Door het dienen. En geef ons de moed om op de momenten dat het kan, als Paulus op de plecht van een schip te staan. En te zeggen, ik geloof dat het zo zal gaan zoals me gezegd is. Want mijn God leeft. Heer, zegen de jongeren die hier zijn, die worstelen met hun eigen geloof. Met de zekerheid in Christus. Ik wil u vragen, Heer, of de avond van vanavond hen opnieuw aan het denken zet. En of broeders en zusters, die het zoveel moeilijker hebben dan wij in het gewone leven, een aansporing voor hen zullen zijn om te vluchten tot u. Opdat we ons op een dag met hen uit Colombia, uit Maleisië, uit Irak en al die andere landen waar vervolging is, verheugd mogen zijn voor de troon van uw genade. En mogen zingen dat we verlost zijn door het bloed van het lam die onze zonde op zich nam. Dank dat u een schare zult vergaren uit alle volken, talen, tongen, natieën, culturen. En vergeeft u alstublieft wat er niet goed was in ons denken, in ons doen, in ons spreken, in ons laten. We geven vanavond terug in uw handen en bidden om de vrede van u in onze harten. In de naam van de Heer Jezus. Amen.